Jongens, vraag je. Hoe sterk is dit papier? Kijk dan. Hey. Ja. Bedoel je het niet zo, hè? Ja, gewoon gelijk door midden. Ja, dat gaat heel makkelijk. Ja, hè? Toch? Ja. En als je zo, lukt het dan? Ja, ligt eraan. Ja. Gaat ook wel makkelijk. Gaat ook vrij makkelijk, hè? En helemaal als je bijvoorbeeld iets met een scherpe punt gebruikt, hè? Ja, geen moeite, niks. Wat nou als we heel veel papier gebruiken? Ik vraag me af hoeveel vellen we nodig hebben voordat deze pijl uit een kruisboog gestopt wordt. Nou, dat wil ik wel eens weten, want dat moeten er echt heel veel zijn volgens mij. Heel veel. Ik denk dat het meevalt. Dit is natuurlijk levensgevaarlijk. Doe het daarom thuis nooit. Een kruisboog is een echt wapen, dus nemen we geen enkel risico en gebruiken we voor de test een paspop. Ja, jij denkt echt dat het echt zo'n pakket is? Ja, dat is echt... Wat denk jij qua dit? Nou, ik denk dat papiertjes niet zo sterk zijn, dus ik denk ook wel zoiets, hoor. Oké, ik ga voor dit. Voor dat? Ja, ik denk echt dit. Oké, nou, ik ben benieuwd. Okay. Ja, ik weet niet of het waar is, maar zoiets. Is goed. Laten we testen. Let's go. Eerst even een nulmeting, zodat we weten met hoeveel kracht de pijl wordt afgeschoten. Ja, dat gaat gewoon zo doorheen. Ja, dat is echt er doorheen. 3, 2, 1. Wow! Wow! Hij is... Die is echt kapot. Deze paspop is echt snoeihard. Maar deze pijl... Krijg je die er wel uit, überhaupt? Misschien moet je draaien of zo? Wat? Deze? Ja. Hang maar om zijn nek. Ja, is goed. We beginnen met een klein stapeltje papier. Zou dit de pijl tegenhouden? Nu ben ik echt benieuwd. Dit wil ik wel weten. 3, 2, 1... Oh ja, dat is echt... Oké, je hebt nog steeds pijn, hoor, maar... Ja. Bizar, wow, dit! Wat een verschil. Zo'n stukje erin. Ik bedoel, alsnog wel zeer pijnlijk. Ja, maar plus het papier. Ik bedoel, dan word je nauwelijks bijna veilig. Papier is ook nog zo dik. Dat is waar, ja. Het is eigenlijk een soort speldenprik geworden. Maar wel een hele pijnlijke, hè. Want als je kan hier wel zien, papier is echt opengescheurd. Ja. Maar we hebben niet veel meer nodig om hem echt te stoppen, denk ik. Nee. Dus, had je niet gedacht. Dat had ik niet gedacht. Ja. Dan laten we kijken of we hem echt kunnen stoppen. Ik zeg even verdubbelen en kijken wat er dan gebeurt. Is goed. Hij staat op scherp, jongens. Is goed. Tel je af? Nu ga ik wel echt op hier staan. Wacht even, hoor. Waar is hij? 3, 2, 1. Is die er doorheen? Nee. Kijk dan! De hoeveel is hij bij? De hoeveel, ja, de hoeveel. Ja, gaan we tellen? Even kijken. Nou, nee, hier zit ook nog een heel klein scheurtje in. Ja, van wie ben je veilig? Ja, hier, dit kan er dus af. Ongelooflijk. Een pijl die we echt moeiteloos dwars door de pop hebben zien gaan. Dit beetje papier houdt hem gewoon tegen. Dus, wat vet. Dus eigenlijk moet je elke dag gewoon dit onder je shirt hebben. Dan ben je gewoon voor altijd veilig. Ja, ik weet niet waar jij was, maar ik heb het niet nodig. Maar ja, in ieder geval niet wat jij dacht. Dit. Nee. Maar gewoon dit. De kracht van veel papier.